Basisschool De Dromedaris in Beuningen deed dinsdag mee aan de Nationale Buitenlesdag. Docenten van de basisschool geven les in de buitenlucht en combineren dat met activiteiten. Docente Linda de Keijzer vertelt waarom buitenles volgens haar belangrijk is. De Nationale Buitenlesdag is in het leven geroepen om kinderen buiten les te geven. Er zijn onderzoeken dat bewegend leren heel goed is voor kinderen, dus echt bezig zijn terwijl je leert. En als je buiten les krijgt, dan krijg je veel meer extra zuurstof en daglicht. Wat kinderen goed doet, ze zijn minder vermoeid, hebben meer energie. En al die dingen samen zorgen ervoor dat het voor kinderen superleuk is om buiten les te krijgen. We hebben net spelling gedaan. Als ik in de klas spelling doe, dan doen ze mee. Maar dan is het enthousiasme veel minder groot. Daarnet hebben ze een spellingsestafette gedaan, al rennend. Schrijven ze veel meer woorden op dan eigenlijk bij mij in een les gedaan kan worden. Ze zijn heel interactief met elkaar bezig. En merken dus eigenlijk niet eens dat ze aan het leren zijn. Terwijl ik zeker weet dat er heel veel kinderen net heel veel nieuwe woorden hebben opgeschreven. Dus dat is top natuurlijk. Nou, wij zijn al regelmatig buiten met verschillende groepen. Proberen af en toe een les te doen en die les buiten te geven. Maar ik denk dat het juist als het Nationale Buitenlesdag is, dat het goed is om als school ook te laten zien dat we juist ook dan meedoen. Het is voor ons niet een eenmalig ding, want we doen één keer mee met de Nationale Buitenlesdag. Maar doen dat vaker. Maar dan juist op die dag waarop heel veel scholen in Nederland buiten lesgeven, ja, daar kunnen wij niet achterblijven.